krijg altijd gewoon een kick van als ik iets heb geregeld en het is een succes. En dan het meest bizarre is dat je dat samen met je broer kan doen. Ik zie het als een mooi iets dat ik juist alle processen binnen bedrijven ooit zelf heb gedaan. Waardoor ik weet wat het werk is wat er gedaan moet worden. Ja, Joris en ik zijn natuurlijk de bedenkers van Suna. Wij zijn dit begonnen. Maar in de jaren de tijd is het van iets wat Jasper en Joris altijd deden, is het gewoon echt een teamprestatie geworden. Soms kost het je ook gewoon echt een paar jaar van je leven aan stress die je ervan krijgt. Maar uiteindelijk is het allemaal de moeite waard om dit te doen. Ja, het is bizar. Je bent eigenlijk een jaar bezig om één dag voor te bereiden. En ook de mensen altijd die hier langs fietsen, die zien ons dan kleine twee weken opbouwen en een kleine week afbouwen. Die zeggen ook altijd van ja, jullie zijn gek. Voor één dag allemaal dit opbouwen, jullie zijn gek. Joris die is op 1 augustus jarig en dat is eigenlijk voor hem een klote datum, want vroeger waren rond die periode alle vriendjes van hem op vakantie. Volgens mij op zijn 19e verjaardag zei hij van yo, dit jaar wil ik gewoon echt mijn verjaardag goed vieren. Dan wil ik wat diertjes regelen, misschien een zaaltje afhuren. Maar Joris schoot er een klein beetje in door. Het ging helemaal niet zozeer om de verjaardag. Het ging meer om het neerzetten van iets tofs. Toen zijn we dat eigenlijk gaan oppakken. En zo is ons eerste feest geboren. Dus eigenlijk doordat Joris verjaardag een beetje uit de hand liep, hebben we dat overgenomen en hebben we daar ons eerste feest van gemaakt. De eerste keer ging wel veel fout natuurlijk. We hadden helemaal geen ervaring. Voor decor was er ook geen geld. Ik heb mijn boekenkast uit elkaar getrokken, Jasper. En die knutselden we weer in elkaar op het evenement. Kippengaas er tegenaan, tv's. En dan maakten we zo een soort, ja, wat waren het? Boekenkast met tv's en kippengaas er tegenaan. Al onze vrienden die stonden, die hielpen mee, die stonden achter bij de garderobe. Ja, die mochten ook gewoon, ja, die gingen ook gewoon drinken. En die hadden nog nooit een garderobe beheerd. Dus die hadden niet over nagedacht om jassen achter elkaar te hangen. Dus alles hing door elkaar. Slecht plakband, waardoor de nummertjes er vanaf vielen. Nou ja, toen was het feest afgelopen. En ja, één grote chaos. In die periode dat wij begonnen met feest organiseren, had je ook een hele levendige illegale scene in Utrecht. Toen wij begonnen, hadden we zoiets van ja, we willen die sfeer op een illegale, willen we gewoon neerzetten op een legale manier. Underground vibe. Dat is wat je uiteindelijk wil, maar je wil wel gewoon zonder problemen je feest kunnen organiseren zonder dat het wordt afgelast of dat er een politie komt die het boeltje komt cancelen, weet je wel. Ja, als je dat kan, dat is wat we willen. Het waren gewoon echt kleine feestjes hoor, van max 500 man. En op een gegeven moment wilden we naar buiten. Dat is natuurlijk nog veel vetter. En toen zijn we gaan kijken van ja, wat zou een geschikte locatie daarvoor kunnen zijn. En toen kwamen we uit bij Strand Hoogenal. Jasper en Joris kwamen naar mij en mijn toenmalige partner en compagnon toe dat ze een festival bij ons wilden organiseren. Nou, mijn eerste reactie, ik zag tegenover mij twee hele jonge jongens, echt broekies nog. En ik dacht, joh, snotneuzen, wat komen jullie doen? Hoe denk je wel dat je een festival kan organiseren bij ons? In het begin was een reactie niet zeer positief. Ik was ook een jochie, maar dat zei hij ook letterlijk. Hij zei van ja... Maar we hebben gezegd van dat het goed zou komen, dat we een goed idee hadden. Dat er in Utrecht hier wel echt vraag naar was, naar een goed techno, outdoor techno event. En toen zijn we begonnen. Het podium was gewoon een podiumwagen.
Die kwam op de ochtend aanrijden, die werd uitgeklapt, we hangden er een paar banners aan. En dat was toen het feestje, maar wel gelijk echt super vette vibe gewoon. Uitverkocht, goed georganiseerd, nou echt voor zulke jonge jongens waanzinnig. Heb ik ze ook direct gemeld naar die editie. Nou ja, daarna is wat het nu is. Soenda is uitgegroeid van een klein festivaletje op strand Ogenal tot een mega festival elders. Ja, we starten op Soja met de 1250 bezoekers en het jaar erop verdubbelden we dat aantal. En toen zijn we verhuisd naar de Ruighoek en dat is waar we nu nog steeds zitten. We zaten op een gegeven moment in een brainstorm sessie, waar we conceptmatig aan het nadenken. En op een gegeven moment kwamen we uit bij de Soenda-eilanden. Nou, daar heb je ook het Soenda-spookdiertje. Super komisch beestje, grote ogen en het is een nachtdiertje. Nou, wij vonden dat al een grappige link met onze bezoekers, omdat dat ook nog wel als nachtdiertjes gezien wordt. Een soort mascotte van het feest. Dat was gewoon op dat moment, vond iedereen super vet. Iedereen wilde met dat beest op de foto. Maar ik kan me nu niet meer voorstellen dat zo'n beest, een roze beest, op een van onze festivals rondloopt. En daar heb je gewoon in 10 jaar tijd evolueert gewoon je festival. Toen Joris en ik begonnen, deden we echt alles zelf. Maar op een gegeven moment is Soenda gewoon zo ver gegroeid dat je dat niet alleen kan. Dus je hebt hier, zal ik maar zeggen, de foodtruck staan. Ja. En hier komt ook meer een chill area. Ninon die stuurde me een keer een appje van hey, zou het niet mogelijk zijn om gewoon even een keer een paar dagen met jullie mee te lopen, ervaring op te doen, gewoon kijken hoe dat gaat. En ik zei ja, tuurlijk, welkom, weet je wel. Op dat moment deden wij nog steeds echt superveel zelf. Dus dat betekent ook echt ja, met beide poten in de drek staan, dingen slepen en zo. En ik zei van ja, trek je dat ook, weet je? Als, geen probleem toch? Dat kan toch ook nog hierboven worden gezet? Ja, dat moet wel anders. Ja, iets vernieuwends, weet ja. Je wel. Ik snap wat je zegt. Het is best wel moeilijk, omdat we in Nederland superveel festivals hebben, om je te onderscheiden. En wat wij met Soenda hebben gezegd, dus we willen wel echt een eigen stijl, dat als je ons decor ziet, je zegt, hey, dat is Soenda decor. Kijk, dit is de mainstage. Ik noem het belevingsobjecten. Een soort van de helft van deze elementen die hangen boven mensen hun hoofd. Het heeft een beetje een andere textuur, maar dus 's nachts als er dan lampen op komen te staan, dan geeft dat toch een heel vet effect. En als ik ontwerp, dan is het eigenlijk altijd vanuit de beleving van de bezoeker. Kijk hier. Ja. Deze zijn we nog niet over uit. Gisteren waren de jongens van Lego er. Ja. Ik heb hier van die latjes achteren, ja. Maar dit flapt nog aan de zijkant. Misschien nog zo spannend of zo, weet je wel. Ik vind het vrij duidelijk. Maak wel een beetje herrie. Kees is een gepensioneerde meubelmaker. Die heeft nu gewoon zijn eigen werkplaats bij ons in de loods. En die bouwt het grootste deel van ons decor. Met deze apparatuur kan ik in wezen alles maken wat ik wil. Dit is altijd heel strak, heel haaks. Die gast is zo gepassioneerd in het maken van dingen. En dat kan hij ook gewoon zo goed. Dat het eerder is dat wij soms tegen Kees moeten zeggen. Hey Kees, gast, doe nou even rustig, anders krijgen we ruzie met je vrouw. Ik ben 50 jaar geleden begonnen met meubel maken, zeg maar.
Nou, dan kun je in wezen zien, weet je wel, het oude gereedschap wat wij vroeger gebruikten, zeg maar. Dat je nu met machines staat te werken, ja, daar droomden wij vroeger niet van, zeg maar. Maar was wel echt... Ja. Books is... Hier is Books. De Books. Wie is de Books? Ken je die niet, joh? Een inspirator. Ja. Ja, ik heb wel een influencer. Paul is gewoon heel erg belangrijk voor Soenda geweest, omdat hij heeft echt met de relaties die we nu hebben met alle boekingskantoren, die heeft hij echt opgebouwd. Ja, was superleuk. Natuurlijk als vrienden bij elkaar gekomen en in één keer op een gegeven moment is de relatie wel wat anders natuurlijk. Omdat je in één keer is zijn jas van jongens je baas eigenlijk. Zeg maar. Als je iedere dag met elkaar op kantoor zit en... dan heb je op een gegeven moment ook geen zin meer om nog na de werktijd, zeg maar, en om met elkaar over de vloer te komen, weet je wel. Paul was al een vriend en daardoor ja, is Paul als een soort familielid van het bedrijf ook geworden. Dus toen Paul vertelde dat hij ons ging verlaten, was dat wel eventjes een... was dat wel slikken. Ja. En dat was wel even van bam, slap in de face. Achteraf heeft Veronique het ook gewoon zo goed ingevuld en overgenomen van Paul, dat daar geen concessies op zijn gedaan. De line-up van dit jaar is iets uitgebreider. We hebben iets meer uitgepakt omdat het de 10e editie is. Dus we dachten van ja, als je jarig bent, dan moet je trakteren. Zij is gewoon de expert op het gebied van muziek. En natuurlijk, ik weet er ook genoeg vanaf en heb ook mijn mening. Maar dat is voor mij soms ook wel een leerproces dat ik gewoon naar Veronique luister. En dat zij gewoon zegt, hé Jasper, we moeten deze artiesten boeken. En nou je mond houden, want dit is het. De branche waar ik hiervoor in werkte was heel zakelijk, heel strak, heel georganiseerd. Heel ander type mensen waarmee je werkt. Ik miste toch ook wel echt de passie die ik nu heb. Muziek is voor mij echt een van de belangrijkste dingen in mijn leven. En het is gewoon heel fijn als je werkt in een omgeving waar mensen dat ook met jou delen. En waar mensen ook net zo gepassioneerd zijn voor evenementen. Juli, augustus begint ze alweer te brainstormen over wat het programma moet worden voor het jaar erop. In november, december moet dan de line-up alweer staan. Want heb je hem dan nog niet staan, dan ga je gewoon achter het net vissen. En hetzelfde geldt voor de marketing. Nou, onze dagvideo's zijn eigenlijk unieke content. Tenminste, we zoeken daarin wat meer de diepte op van de artiesten. En zijn er vaak platenkeuze. Tegenwoordig op Facebook bij zoveel advertising en zoveel. Het is allemaal best wel commercieel. Daarentegen proberen wij ons wel te onderscheiden door ook iets te maken. En wat anderen niet doen en de diepte in de muziek op te zoeken, denk ik. Wat ik mooi vind van Robin is echt mega eigenwijs. Maar ik vind het mooi aan dat door de eigenwijsheid van Robin hij mij weer dingen leerde. Kan jij nu zo nauwkeurig die layers zien straks van die waterleiding die er loopt? Nou, mag je nooit zo vanuit gaan. Als je het echt zeker weet, dan moet je het opgraven. Ja, voor mij is het zo'n enorme verademing dat wij Nathan aan ons team hebben kunnen toevoegen. Dat Nathan de veiligheidscoördinatie, de productie, het hoofd van de productie, dat heeft overgenomen. En hij doet dingen goed en nog wel beter dan ik zelf eigenlijk deed. Iedereen binnen ons team heeft zijn kwaliteiten. We maken Soenda uiteindelijk gezamenlijk. En dat samen doen, dat is 100 keer leuker dan in je eentje doen. Van dat dingen dromen komt het najagen van die dromen.